Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers, het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. En deze week is dat Justin Goedzee. Als algemeen directeur van NAC geeft hij dagelijks smaak aan de voetbalclub van Breda. Ik ga hem ophalen. Hoi. Hoi, dag Justin. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je bij ons te gast bent. We gaan het over voetbal hebben vandaag. Ja. Ondanks dat ik wat mannen thuis heb, is het niet mijn sterkste punt, maar ik ga mijn best doen. Het is ook niet een sportprogramma, het is een kookprogramma. En we willen graag weten wat jouw... Wat er in jouw persoonlijkheid de smaak aan NAC, de club van Breda, geeft. Een bijzonder jaar dit jaar voor NAC. Ja, ja, een jaartje na de degradatie zijn we hard aan het werken om weer naar de Eredivisie te promoveren. Dus dat is belangrijk en spannend. En hard werken. Ja, maar dat maakt niet uit, dat is altijd. Ja, ja. Nee, dat is mooi, wat gaan we hier ook doen? Want we gaan hier ook letterlijk de handen uit de mouw steken. En wel in de keuken. Ben je... Handig in de keuken? Handig zou ik wat te goed gekwalificeerd vinden, maar ik vind het leuk om te koken. Maar we hebben wel een amateurkokje, zeg maar. Het is niet dat ik 3 uur in de keuken sta in het weekend, dat gebeurt niet. Nee, maar je komt wel eens in de keuken? Ik vind het hartstikke leuk om te doen, dus regelmatig sta ik erin. Hartstikke leuk. In de keuken vandaag als gastchef bij de Hanos ISPC wacht Maarten van der Meijs. Hij heeft zijn eigen cateringbedrijf, verzorgt exclusieve catering op maat op locatie. Bedrijf Taste M van Maarten, heeft hij me zojuist verteld. Dus ik nodig je uit om met mij mee te gaan naar de keuken. Leuk. Ga je mee? Ja. Ja. Dag Maarten. Dag Marieke. Hallo, hoi. Hard aan de voorbereiding. Mag je voorstellen aan Justin? Goeiedag Justin. Maarten van der Meijs. Algemeen directeur van NAC. Welkom binnen de Hanos. Dankjewel. Nou, we gaan vandaag aan de slag. We gaan een mooi gerecht maken met veel koolhydraten erin. Zodat NAC straks goed kan gaan scoren. Lijkt me een goed plan. Heb je iets met Italië toevallig of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, dan gaan we... Heb jij iets met voetbal? Heb ik iets met voetbal? Nog niet. Maar ik ga hem koken bijbrengen en hij mij voetbal. Dan komt er vandaag helemaal goed. Helemaal goed. Hartstikke leuk. We gaan maken ook een Hollands product. Hollandse boerderijeend. Komt uit het midden van het land. Er zitten boeren die houden die beesten. De wildafdeling zal er straks meer uitleg over gaan geven. En die gaan we combineren met een risotto. Waar dan de goede koolhydraten in zitten. En die gaan we opzetten met mooie rode sla. Zodat hij een klein beetje een bittertje gaat krijgen. Dan gaan we rode wijnzuur van Barolo wijn gaan we erbij serveren. Met mooie Italiaanse olijfolie. Die gaan we dadelijk nog even scoren in de winkel. En dan gaan we de risotto afmaken met pecorini kaas en met parmezaan. Ik doe dat altijd 50-50. Dan krijg je een beetje de ziltige smaak van de zee. Die in die pecorini kaas ingetrokken zit. En dat gaan we doen. Dus we gaan risotto maken. En Maarten, dit doe jij, we staan nu hier in de Hanos, maar dit doe jij dus dagelijks? Ik doe dit dagelijks op locatie. Taste is een jonge cateringbedrijf. Wij koken van 2 tot 200 man, dat is een beetje ons motto. En wij koken altijd op locatie, we zetten geen eten af. Wij zijn altijd op de locatie het eten te bereiden in de mobiele keuken die we allemaal meenemen. En daar kan ook bijvoorbeeld dit gerecht in terugkomen. Hartstikke leuk. Maar om te kunnen koken hebben we ingrediënten nodig. Ja. Dus die gaan we nu samen met Justin in de winkel halen. Hartstikke leuk. Dus gaan we doen. Ga ons voor. Ja, lekker shoppen. Ja. Zijn we goed in. Jacques, gaan we kijken wat een mooie eend heeft voor. Hey Jacques. Alles goed? Ja, prima. Ik heb hier Justin bij me, van NAC. Goeiedag. Hoi. De directeur. Hoi. Ja, Marieke. En ik ga vandaag een heerlijke risotto met hem maken. Ja. En daar wil ik eigenlijk een mooie Hollandse boerderij eend bij serveren. Heb je die? Ja, natuurlijk heb ik die. Deze week treffen we nog in de actie ook. Ah, nou, helemaal geweldig. Ja. We hebben boerderij een Hollands product. Mm-hmm. Ja. We hebben een aantal boeren hier in Nederland die speciaal die eenden opzetten. Mm-hmm. En, wat betekent dat opzetten? Opzetten betekent dus dat ze dus op een gegeven moment vanaf kuiken tot aan de hele groot eend brengen. Brengen ze ze groot. Okay. En nou, dit is dus de Hollandse eend, ze lopen buiten. Mm-hmm. Dus een beetje ook al naar het scharrelgevoel toe. Mm. En het voordeel van deze dingen, alles wordt gebruikt van die eenden. Super. Dus zelfs de veren, mm-hmm. Zelfs de pootjes, de lopers, de filet, de boutjes, iedere deeltje wordt gewoon gebruikt. Kijk, zo hoort het. Wij hebben eigenlijk het meeste de filet en de bouten. Omdat dat gewoon het product is wat zeker voor de horeca het meeste aanspreekt, zeg maar. Dan, dit is een heel mooi formaat. We hebben 3 verschillende categorieën gewichten.
Dit is eigenlijk de mooiste, 200, 250 gram. Nou, die nemen we dan. Ja. Die nemen we mee. Ja. Ja, we willen helemaal de mooiste natuurlijk. Helemaal super, bedankt. Gaan we lekker aan de slag. Nou, bedankt, Jacques, voor de toelichting. Oké. Zo, die hebben we al in de pocket. En met die kant op. We komen hier bij een hele mooie afdeling aangelopen met fantastische olies. We gaan echt Italiaans gerecht maken, dus ik wil ook echt Italiaanse olie hiervoor gaan gebruiken. En ik heb goede ervaringen met deze. Dus deze gaan we gebruiken. En die gebruiken we ook gelijk om de risotto mee af te maken, maar ook voor de saus. Ik ga dan de saus afmonteren met deze mooie olijfolie. In plaats van met boter of boom of andere producten. Dus deze wordt. Is Italiaans wel echt tekenend voor jouw signatuur? Ik heb wel Italiaanse invloeden qua koken en sowieso heel erg Europees gericht met de lichte invloeden van buitenaf. Ik werk ook best wel met Marokkaanse kruiden en specerijen en Turkse mooie safraan en dergelijke. Maar mijn signatuur is echt wel Europese keuken, ja. Zuid-Europese. Maar ook echt Hollandse producten natuurlijk ook niet te vergeten. Maar het is mooi om met de mooie IJsselmeerpalingen te werken of met de Oost-Gelder kreeften. Nederlandse boerderijen. Ja. Het is natuurlijk fantastisch om daar te mee mogen werken. Nou, ga jij alvast naar de keuken. Goed, ga ik. Wij gaan even kijken of we er een glaasje wijn bij kunnen vinden. Dat zal zeker. Rood of wit? Doe maar een mooie rode erbij. Okay, gaan wij doen. Oké. Okay. Succes. Ja, jullie ook. Dank je. Goedemiddag. Zijn we weer, hè? Goedemiddag. Justin, directeur van NAC. Oké. Okay. Jij wat met voetbal? Ja, ik heb wel een voetbal. Ja. Oké, dat is mooi. Maarten is al naar de keuken. Die is voor ons een. Justin gaat straks helpen. Maar een lekker gerecht aan het bereiden met boerderij eend. Ah, oké. Okay. En daar heb jij een mooie wijn mee uitgekozen. Zeer zeker. De Parel van het Zuiden, de Parel de Sud uit Frankrijk. Ja. Parel van het Zuiden. Ah, mooi boer. Een toespeler met Mac. Zijn klassieke wijndruiven. Uh-huh. En die op een hele moderne wijze gemaakt worden. Het is vrij staal, maar heel drinkbaar door zijn, benaderbaar. En wit, rosé, rood? Ja, en bij de eend rood. Als ik zo vrij mag zijn. Heb jij wat met wijn, Justin? Ja, ik ben wel een liefhebber. Ja. Geen kenner, maar wel een liefhebber. Ja. Ja. Terwijl bij voetbal denk je toch eerder aan bier. Maar ja, zeker. Dus ik lust ook graag een biertje, want het hoort er ook bij. Maar een wijntje mag ik er ook graag drinken. Ja. En zeker als je dan Paren van het Zuiden heet, dan een stikkeltje rond. Heel goed bedacht. Ja. Leuk. Nou, gaan we eens even proeven. Dat hoort, hè? Ja. Santé. Toch een beetje gekoeld, hè? Tegenwoordig, vroeger dronk je rode wijnen, die waren dan altijd een beetje zo warm. Ja. Hier is het nou, Chambre, dus de koude temperatuur, nou, is nu 15, 16 graden. Mm-hmm. Dat proef je nu. Ja. Dat kan met dit ook. Ja. Nou, heel lekker. Lekker. Ja. Dan gaan we nu de handen uit de mouwen steken. Dankjewel. Ja? We nemen hem mee. Ja. Kunnen we hem aan Maarten geven. En wil jij meenemen? Ja, neem hem mee. En nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. We gaan naar de keuken. Zo, het is een mooie wijn gevonden. Ja, Paren van het Zuiden. Perfect, hè? Ja, dat ook zo. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Ik heb de ene borst die we net uitgekozen hebben, heb ik alvast gepareerd. En mooi het vetlaagje ingesneden en mooi aangebakken. Die ga ik daar verder laten graven. Is dat pareren? Pareren. Pareren is eigenlijk de afsnijsels die we niet willen gebruiken, die snijden we eraf. Oké. Ja. En dan gaan we hem daar langzaam verder garen in de oven. Ik bak altijd kruiden mee en een beetje knoflook als ik een stuk vlees bak. Want dat geeft een mooie smaak aan af. Dat heb ik in deze ook gedaan. Daarna gaan we de risotto maken. Ik heb de shallotjes al gesneden en de tijm al gesneden. En ik heb ook de rode sla al gesneden, dus we kunnen daar meteen aan de slag. Dus dat gaan we doen. Nou, hij heeft de schort aan. Mouwen opstropen. Ja. Ik zet deze even een beetje iets koeler hierachter. En ik laat jullie, want ik weet dat jullie dat als mannen heel goed af kunnen. Dat gaat helemaal goed komen. Straks eventjes weer een kijkje nemen. Geweldig, ja? Natuurlijk. Hartstikke leuk. Deze zetten we in de oven. Zo. En dan gaan we de risotto maken. Belangrijk, als we risotto gaan maken, is dat we de shallotjes rustig aanzweten, niet verkleuren. Dan doen we de rijst eraan toevoegen. Dan dat we die rijst, die zetten we ook mee aan in die olijfolie, zodat die poriën van die rijst mooi open kan staan. Dan heb ik hier een hele mooie gevoogde bouillon, witte wijn. Daar gaan we hem gaan laten koken met de gesneden rode sla. En zodat we een heerlijke risotto gaan krijgen. Een minuutje of 18 heeft u nodig om te koken. Daarna gaan we hem afmaken met ik heb parmezaan en pecorini kaas.
en een beetje boter en een beetje room om een beetje smeuïg te krijgen. Weet je, voor parmezaan 600 liter water nodig hebt om een grote kaas te maken. 600 liter melk. Even kijken, deze gaat zo. Het is inductie waar we op staan te koken. We hebben mooie dikke pannen met dikke bodems hebben ervoor, zodat die risotto niet gaat aankoeken. Dan mag je hem daar een beetje gaan roeren. Als je gaat aanfruiten, dan gaan we daar horen. Sta je veel in de keuken? Nou ja, ik ben niet veel thuis, maar als ik thuis ben probeer ik dat te koken. Oké, leuk. Ik vind het leuk om te doen. Wat kook je graag? Wat kook ik graag? Nou, ik vind pasta's altijd wel lekker. Oké. Okay. Oosterse keuken vind ik leuk, maar nogmaals, met kerst neem ik pas echt de tijd voor. Oké. Dus door de week is het allemaal een beetje simpeler en makkelijk als ik dan de tijd ervoor heb, zeg maar. Ja. Ik heb papoen ook meegenomen, straks nog uit de winkel. Papoen heb ik mooie blokjes van gesneden en die gaan we daar kort roosteren. Ik heb een beetje ras El Hanout specerijen, Marokkaanse specerijen, die strooien we een klein beetje eroverheen. Bepaal jij nou zelf die ingrediënten of heb je er altijd wel een recept voor nodig? Nee, ik heel vaak toch door te horen en te luisteren en te proeven. Kijk, die rijst die gaat wel goed, want die rijst, de shallotte. Kijk, ik ga dan even van de pit af. Het is nu de tijd om de rijst erbij te gaan doen. Alle jaren dat ik al in de keuken sta, ik sta al vanaf mijn 16 in de keuken. Dan kan je meteen vragen hoe oud ben je, dan kun je uitrekenen. Nou, een jaartje of 27 sta ik inmiddels al in de keuken. En daar heb ik al die ervaring op gedaan. Ik heb ook nog 2 jaar in Zwitserland gewerkt met een Italiaan als eigenaar. Dus dat is ook echt wel de passie. Daar ben je natuurlijk heel snel in de Piemonte. En in de Piemonte, daar komt ook die risotto rijst gerechten komen daar vandaan. En daar is denk ik wel de passie van uitgekomen. Leuk. Ja. Dus ja, kunnen we even een beetje doorroeren. Het is een mooie olijfolie. Heel vaak hebben mensen zo van, ik heb vaak te weinig ruimte in mijn keuken om te bakken en te koken. Omdat ze van alles op hebben staan, sauzen, groentes, aardappelen. En heel vaak vergeten ze dat ze eigenlijk een hele mooie oven hebben. Die je prima kunt gebruiken om zulke groenten gewoon eventjes te roosteren. Ja. Ja, dat gaat goed, hè, dit. Kijk, nou is een mooie de kans gekregen om helemaal open te staan. Dan heb ik hier een mooie gevoogde bouillon. Wat houdt dat in? Dan absorbeert die beetje? Dan gaat die poriën open, zodat hij heel de vocht op kan nemen van die mooie bouillon. De mooie gevoogde bouillon. En ik heb hier een beetje droge witte wijn. Toch wel de parel van het zuiden, hè? Nee, deze niet. Sorry. Jammer. Ik pak altijd ongeveer 2/3 bouillon en 1/3 witte wijn voor de risotto. Dan brengen we opnieuw aan de kook. Een beetje hoger. Zo. En dan kunnen we de rode sla eraan toevoegen. Die geeft straks dat bittertje. En die hele mooie rode kleur van die sla gaat het afgeven. Het lijkt wel meer op kool of is dat... Nee, het is echt een rode sla die ik heel net op de snijmachine gesneden heb. Ga ik hem even iets lager zodat hij net aan de kook blijft. Als je de gas staat te koken, dat een beetje uitkijken hoe je het gas vanuit doet. Kijk, dit heeft nou over 18 minuutjes nodig. En dan zul je zien straks dat al het vocht verdampt is. En dan gaan we hem afmonteren met die pecorini kaas en die parmezaan. Dus dat gaan we doen. Heb je er wat aan gehad? Ja, zeker. Het is leuk om te horen dat passie heeft voor het eten. Ja, helemaal leuk. Nu nog jij de passie met voetbal. Ja. Nou, hopelijk een keer uitgenodigd worden om een keer een mooie wedstrijd mee te mogen kijken. Ja, de verbinding is gelegd in ieder geval. Ja, ik ben heel sportief, dus daar ligt het niet aan. Dus, maar voetballen, dat is nog niet mijn ding. Dus. Oké. Ik wil Justin graag mee aan tafel nemen. Ja, natuurlijk. Jij kan het vast... Ik ga het gerecht verder afmaken dadelijk. En dan gaan we heerlijk eten jullie. Ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel. Justin, als jij alvast aan tafel gaat... Voordat ik ook aan tafel ga, wil ik graag wat beelden laten zien van een typisch avondje NAC. Afgelopen december werd in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gevierd dat er 40 jaar bij kunstlicht in het stadion gevoetbald kon worden. Dus ook 's avonds voetbal mogelijk maakte. Ik moet zeggen, best een lekker sfeertje. We gaan er even naar kijken. Hey, go! Hey, go!
zee, de parel van het zuiden. Uit de keuken, daar zitten we. We hebben net beelden gezien van een avondje NAC, waarin afgelopen december gevierd werd dat er 40 jaar bij kunstlicht gevoetbald kon worden. Maar wat mij het meest opviel, was dat dat hele stadion gewoon nog bom en bom vol zit met 20.000 supporters. Ja. Nou is het niet direct het voetbal in de Eredivisie dit jaar natuurlijk. Nee. Maar wat doen jullie eraan om die mensen toch allemaal nog steeds naar dat stadion te krijgen? Nou, het zou te veel eer zijn als wij daar, als dat naar ons toe trekken. Het is gewoon de loyaliteit van onze supporters. En die wedstrijd in december was sowieso 40 jaar avondje NAC. En daarnaast konden we die avondperiode kampioen worden. Dus dat scheelt nog extra in de publieke belangstelling. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, zijn het vooral onze supporters zelf die zo loyaal en trouw zijn. En die verdienen daar een compliment voor. Want daarom zit dat stadion steeds zo vol. Cool. De parel van het zuiden. Het werd ook weer heel luidkeels door iedereen gezongen in het stadion. Ja. We drinken lekker wijn. Wijntje, ja. Met die naam. Maar wat doe jij er als directeur aan om die parel glimmend te houden? Nou ja, sowieso is mij 2,5 jaar geleden gevraagd om te helpen NAC gezond te maken. Dat gaat vrij goed. We hebben vorig jaar voor het eerst winst gedraaid. Sinds 15 jaar. Alleen ja, doordat we degraderen ben je weer een paar stapjes teruggeworpen. Dus mijn rol is met name organisatorisch en financieel. Mm-hmm. En daarnaast wat ik probeer, en ik woon sinds 87 in Breda, ben vroeger vaak bij NAC geweest. Ik probeer vooral alle stakeholders goed te managen en ook goed te luisteren naar de signalen die uit Breda komen ten aanzien van de club. En daar op een positieve manier wat mee te doen. Ik denk dat mijn belangrijkste rol is. Want in jouw carrière heb je bij verschillende voetbalclubs gewerkt, waaronder ook 2 jaar bij PSV, waar het financieel wel wat beter ging. Daarnaast heb je eigenlijk vaak bij clubs gewerkt waar het gewoon financieel wat minder was. Ja, dus dat is ook echt jouw specialiteit. Nou ja, dat heb ik niet helemaal gevraagd, maar ik ben 2 keer, nu bijna 3 keer in een situatie gekomen waar inderdaad de club financieel het slecht ging. En bij RKC hebben we dat enorm goed kunnen omkeren. En zijn we ook gedegradeerd en gepromoveerd en met een sluitende begroting. En nou, datzelfde kunstje hoop ik ooit bij NAC te doen. En dat is een wat lastiger klusje dan we voor ogen hadden. Maar ja, het gaat me blijkbaar goed af. We zijn maar dat doe je natuurlijk nooit alleen. Hè. We zijn met NAC naar categorie 2 gaan van de KNVB, wat heel positief is. Ja. Dat wil zeggen dat we niet meer onder curatele staan. En wij doen dat met een heel betrouwbaar team van mensen op kantoor. En dat gaat lekker. En wij hopen van gans harte dat ook het einde van het seizoen het voetbalbedrijf daarop aanhangt. Zodat we weer lekker naar de Eredivisie kunnen. Ja, want dat is natuurlijk wel de ambitie. Ja. Ja. Een paar weken geleden spraken we hier Gilbert Gooyers, de sponsor nu van NAC met CM Payments. En mooi hoe jullie dat ook zo samen, die ambitie hebben. Wat gaan jullie uit de kast halen om dat dan echt ook te laten gaan gebeuren in de komende maanden? Ja, dat is lastig. Hè? Dat is lastig. Wij hebben een kantoororganisatie die met name financieel en organisatorisch verantwoordelijk is. Ja. En je hebt als kantoororganisatie redelijk weinig invloed op wat er op sportief gebied gebeurt. Kijk, we praten wel veel met elkaar en we helpen elkaar. We proberen natuurlijk gezamenlijk een plan te maken. Maar mijn rol als operationeel verantwoordelijke is niet zo heel groot op het sportief technische. Dus maar je neemt wel de trainer aan? Ja, samen met de Raad van Commissarissen. En het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat het organisatorisch klopt. En dat het stadion vol zit en dat mensen enthousiast zijn. En daarna is het aan het voetbalbedrijf of aan het elftal en de trainer om uiteindelijk het op sportief vlak ook te laten kloppen. Maar het gaat lukken. Ik heb er vertrouwen in, ja, absoluut. Je hebt er alle vertrouwen in. Ik ben vrouw, ik weet in principe niet zo heel veel inhoudelijk van voetbal. Is voetbal nou echt per se een mannending? Nou, als je kijkt naar onze bezoekersaantallen, is voetbal echt een mannending. Ja. Het leuke is wel, als je bij ons op kantoor kijkt, is denk ik 40-60. Hè? 40% vrouwen, 60% mannen. Dus daar is al een hele een mooie verdeling. En we hebben zelfs een lid van de Raad van Commissarissen, een vrouw. Ja. Nou, dat is uniek voor het voetbal. Cecile Koekoek, ja. Daar zijn we blij mee. Die voegt ook echt wat toe. Die maakt het verschil. Maakt het verschil niet, want dat doen we ze allen. Ja. Maar het is wel iemand die echt wat toevoegt. Vanuit een heel ander perspectief. Heeft overigens wel een Breda's en NAC-achtergrond. Ja. Dus wij zijn daar zelf wel. We staan er voor open voor die invloeden en we vinden dat mooi. Alleen ja, je kan het niet sturen. Voetbal blijft nou eenmaal van huis uit een mannensport. En je ziet het gelukkig in Nederland wel opkomen. Hè, damesvoetbal is volgens mij de hardst groeiende sport in Nederland. Wij gaan het EK 2017 organiseren in Breda. Ja. Het EK vrouwenvoetbal. Dus wij als club omarmen het. Alleen van huis uit is voetbal nou even mannensport. Ja. Dat is waar. Nou, dat is ook prima. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei sponsoren en decision makers. Met name ook aan de commerciële kant, denk ik. In een NAC Business Club. Waar toch ook steeds meer vrouwen wel
Absoluut. Dus jullie doen daar wel extra dingen voor? Nou ja, we staan er zeker voor open. We vinden het leuk. Hè? Hoe, een natuurlijke mix is alleen maar een toegevoegde waarde. Dus we houden dat niet tegen. Nee, sterker nog, we halen niet voor niks het EK vrouwenvoetbal naar Breda. Dat wil zeggen dat wij als club dat een warm hart toedragen. Oké. Okay, stel nou, het gaat niet lukken. Weet je, we gaan niet naar de Eredivisie, blijven nog een jaar. Kan dat überhaupt? Nog een jaartje Jupiler League? Alles kan. Ja. Alles maar je kan. Denkt er niet over na. Nee, wel, ja, zeker. Nou, het zou naïef zijn om er niet over na te denken. Alleen, je moet er niet te veel mee bezig zijn. Althans, niet naar buiten toe. Nee. Want ik vind, je moet je ambitie en je focus houden op promotie. Want als je met andere dingen bezig bent, dan leidt het af. Maar wij zijn natuurlijk als club al in een heel vroeg stadium, zeker omdat we slecht uit de seizoenstart kwamen, zijn we alweer bezig met scenario's. Ja, ja, ja. Het zou heel naïef zijn om tot de laatste dag van het seizoen te wachten en dan je pas je scenario's te gaan maken. Nee, dat zou ik me niet heel gemakkelijk over voelen. We hadden net over het support. Dus dan vraag ik mij gewoon af, kost een kaartje NAC nu hetzelfde als je in de Eredivisie speelt? Is dat precies hetzelfde? Nee, we hebben die prijzen iets verlaagd. Iets verlaagd. Ja. Dus daar zit wel een verschilletje in. Niet heel veel, maar daar zit wel een verschil in. Ja. Okay. Ja. Maar ja, volle stadions is belangrijker. Zeker. Dan zo'n jaar niet meedoen in de Eredivisie, dat heeft waarschijnlijk ook wel consequenties voor financiële middelen, sponsoring. Ja. Heb je dat duidelijk gezien? Ja, natuurlijk. Kijk, zo'n dag als dat we degraderen tegen Rode JC, dat kost ons gewoon 4,5 miljoen euro omzet. En dat zit hem in allerlei dingen. Hè. Dat zit hem in tv-geld, dat zit hem in sponsoring en seizoenkaarten. Het leuke is wel om bij NAC te zien dat bijvoorbeeld vorig jaar hadden wij 13.000 seizoenkaarten. Dit seizoen hebben we er 12.000. Yeah. Ook in het aantal sponsors. We zitten nog bijna op hetzelfde aantal als in de Eredivisie. Dus het publiek, zowel dus aan de zakelijke kant als aan de publieke kant, is heel loyaal gebleven. Dat is enorm winst voor ons. Wij hadden in onze begroting. En vind jij ook tekenend voor NAC? Ja, absoluut. Ja. Om de steun, de loyaliteit. En ik denk dat wij daar als organisatie ook op in hebben gespeeld. We hebben namelijk veel mensen uit Breda die ook affiniteit met NAC hebben. In dienst, dus die voelen die markt gewoon goed aan en die voelen goed aan wat er moet gebeuren. Ja. Dus de mensen blijven daardoor heel loyaal en dat is wel mooi om te zien. Ja. Dus eigenlijk geen terugval in bezoekersaantallen niet? Nee, nauwelijks een terugval. Kijk, financiën wel, want het komt niet alleen het publiek, het komt ook uit tv-geld en uit alle andere dingen. Maar in bezoekersaantal hebben we bijna geen terugval. En dat is natuurlijk fantastisch als je een niveau lager speelt, dat mensen zo loyaal blijven. Dus eigenlijk geeft gewoon de stad Breda smaak aan NAC. Absoluut, absoluut. Ik zie het eten ook al aankomen, geloof ik. Dus dat komt mooi uit. Nou, dan heb ik flinke bijdrage aan geleverd. Ja. Nou, niet. Nee, en dan komt de parel ook aan. Ja. Lekker, dankjewel. Ja, dankjewel. Wauw, dat ziet er goed uit. Een heerlijk lunchgerechtje. Met voldoende koolhydraten om NAC weer aan de top te brengen. Voor mij ook heel goed, koolhydraten. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ziet er lekker uit, dankjewel. Boerderij eend met risotto en geroosterde pompoen en een saus van Barolo. En echt zo'n typisch gerecht wat je bij Tastem kunt verwachten als wij heerlijk eten serveren voor jullie. Ik zou zeggen, smakelijk, ga ervan genieten. Ik vond het heel erg leuk om voor jullie te mogen koken. En ik kom heel graag hier in het stadion. Dat gaan we zeker even. De sfeer proeven. Ja, ja? Hartstikke leuk. Dankjewel, dankjewel. Maarten. Ja. Alsjeblieft. Heel leuk. Nou, willen jullie dit heerlijke gerecht nou ook maken? Dan zetten we de receptuur op Facebook. Proosten. Ja, nou even proosten. Ja. Dankjewel, Justin. Ja, jullie ook bedankt. Leuk dat je hier te gast was. Ik wens je heel veel succes met de laatste loodjes richting hopelijk een groot feestje. Hoop ik ook, dankjewel. En over 2 weken dan zijn we er weer met de nieuwe smaakmakers. Graag tot dan. Smakelijk ja, eten. Dat is lekker uit, ja. Hoeveel? Oh ja, sorry. Eerste glas. Eerste... Ja, we hebben geproost. Ja, we hebben geproost, maar... Zo. Op de parel van het zuiden. Nou, die naam kan we niet. Ruitbaan. Zelf ook sportief. Goed in deze. Wat een afgelopen periode heel veel. Het is niet echt verwacht dat ik heel veel koolhydraten rijk. Nee, het smaakt heel goed. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.